Engel Schotterloo onderzocht jarenlang de bunkers in Zandvoort met de Zandvoortse bunkerploeg. Voor de tentoonstelling Bunkers, het verborgen verleden van Zandvoort, interviewde Arie Koper hem hoe de Zandvoortse bunkerploeg is ontstaan en wat voor een ontdekkingen ze hebben gedaan. De tentoonstelling is te zien van 8 maart tot en met 30 juni in Zandvoorts Museum. Mijn naam is Engel Schotterloo. Ik ben de oprichter van de Zandvoortse bunkerploeg. En we zijn al een kleine 35 jaar bezig met bunkers. We hebben heel veel onderzoek gedaan naar de bunkers. We zijn stad en land afgegaan naar de archieven, zowel binnen als buitenland. De bunkerploeg die bestond in het begin uit 2 man. De bunkerploeg is eigenlijk ontstaan uit de website Donderduinen. Door Cor Draaier, die deed plaatjes van bunkers maken op zijn website, Donderduinen. En nou, dat was naar mijn idee toen de tijd onvoldoende. Toen heb ik een eigen website opgericht, Zandvoortse Bunkerploeg. En toen was ik alleen. Toen kreeg ik heel veel hulp van andere mensen uit Zandvoort. En op een gegeven moment stonden wij 15 man. Met 15 man gingen wij toen de duinen in. Wij waren financieel onafhankelijk. Dat betekent dat wij geen verantwoording af te hoeven leggen aan de mogelijke sponsors. Mocht die klagen over jullie zijn illegaal bezig of wij willen niet dat jullie dat gaan doen. Dus daar hadden wij geen verantwoording voor. Dus financieel waren wij alles zelf verantwoordelijk voor. We deden zelf ons spullen kopen. Dan moet je denken aan nachtkijkers, aan verklikkers die op de wegen gingen liggen, aan zaklantaarnen, scheppen. GPS hadden we uiteraard ook in ons bezit. GPS is natuurlijk een heel handig hulpmiddel. En nu zitten wij alles in GPS. Nu heb je ook websites waarin alle GPS-coördinaten staan vermeld van heel Nederland. De Haagse bunkerploeg heeft een bunker-app, de War Tracker-app. Daarin zijn alle bunkers van heel Nederland vermeld. En die men kan downloaden. En nou, daar kan men dus met de GPS in hand op zoek gaan naar bunkers. De meeste bunkers in Zandvoort zijn ondergewerkt en niet te bezichtigen. De bunkers die open en bloot liggen, die zijn toegankelijk. Waternet, die heeft het motto struinen door de duinen. Daar kan men vrijelijk de bunkers bekijken. Er is een bunkerroute uitgegeven door de waterleiding Duinen. En deze kan men downloaden via de website van Waternet. We zitten ook in een wiedestandstelling. En deze wiedestandstelling is eigenlijk een dorp op zich met een groot aantal bunkers. En deze bunkers die vormen eigenlijk een dorpje op zich waarin de aanval van de geallieerden tegengehouden konden worden. Dit dorpje was ook onafhankelijk van de voedsel- en watervoorziening. Zo had alles in deze wiedestandstelling aanwezig. Een leuk verhaal is wat wij hebben meegemaakt. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was op een koude winternacht. Toen waren wij bezig een bunker openmaken. En toen werden wij jammer genoeg bijna betrapt door Waternet. Waternet die had lichtjes gezien van onze zaklantaarns. En die had ons een beetje ingesloten. En onze enige uitweg was naar het kanaal lopen. En door het kanaal gaan. En via de duinen naar de weg toe lopen. Nou, dat was natuurlijk heel erg koud. Het was rond 0 graden. Dus wat deden we? Ja, niet laten pakken. Dus mijn kleren al, door het kanaal heen lopen. Zwemmen, drijfnat natuurlijk het kanaal uit. Weer de berg omhoog, door de tuinen van de villa's. Zo naar de weg lopen. En toen over de Zandvoortselaan terug naar de auto's. En gauw naar huis toe, omkleden, waar we douche nemen. En de volgende dag net doen alsof er niks aan de hand was. Wij hebben later begrepen, tijdens een vergadering met onze vrienden van Waternet, toen ze dachten dat ze ons hadden gepakt en toen ze erg teleurgesteld waren, dat ze ons niet konden oppakken. Maar daar praat ik over heel lang geleden. Sindsdien is dat nooit meer voorgevallen. Toen hadden wij wel de benodigde spullen om die mensen ruim op afstand te houden en ongezien het duin te kunnen verlaten. Nou, een bijzonderheid was natuurlijk dat wij 1 april 2008 een 1 april grap hebben onthuld. En dat werd eigenlijk groots opgepakt door de media. En daar hadden we eigenlijk ons niet op voorbereid. En we moesten op stelsprong eigenlijk alles regelen. We moesten een plek vinden, een naam vinden voor de locatie.
Want alles moest natuurlijk geheim blijven. We konden niet zomaar iets vertellen van daar ligt de bunker. Om te voorkomen dat mensen dan die schilderijen, die hadden wij als hoofdmoot gedaan in onze 1 april grap, zouden opgraven. Dus we hadden de locatie geheim gehouden. Dat hebben we echt een maand volgehouden. En nou, dat is natuurlijk bijzonder goed gelukt. Vanaf die periode eigenlijk zijn er bunkerkijkdagen ontstaan. Er zijn bunkerroutes ontwikkeld in heel Nederland. Er zijn heel veel websites opgericht die met bunkers te maken hadden. Dus eigenlijk zijn wij de grondlegger van de bunkers in Nederland. Die eigenlijk toen niet besproken werden, werden uiteindelijk wel besproken. En we hopen eigenlijk dat er in Zandvoort ook veel meer aandacht zal komen voor de bunkers in Zandvoort. Want Zandvoort is toch een van de weinige plaatsen in Nederland waarin geen bunkerexpositie wordt gehouden, geen bunkermuseum is. En dat is eigenlijk toch wel teleurstellend. Eigenlijk zo'n grote badplaats met zoveel inwoners en met zoveel miljoenen bezoekers, buitenlandse toeristen voornamelijk. Ja, die weten eigenlijk helemaal niks van Zandvoort en van de bunkermuseums af. Er wordt veel vragen over gesteld. We moeten ze allemaal teleurstellen. Het is niet in Zandvoort. Wel in de Muiden, Noordwijk, Katwijk, Wijkenzee, Scheveningen, overal, behalve Zandvoort. En het is mij nog steeds een raadsel waarom dat nog steeds niet gebeurd is.